Als je nu terugkijkt, in kort bestek de invloed van die ruimtereis geweest op je leven? Nou, een verantwoordelijkheidsgevoel. Eigenlijk een soort roeping. Een soort gevoel van ik moet gaan vertellen aan de anderen als getuige van wat het allemaal betekent. Dus ik vertel dus wat het doet als je voor het eerst de aarde ziet. De schok die je dan krijgt. De realisatie van jongens, maar wacht eens eventjes. Dat heb je normaal in je dagelijks leven niet door. Je hebt het niet door dat je op een totaal unieke planeet door deze ruimte zweeft. Alsof dit een soort ruimteschip is. Dat heb je helemaal niet door. Je hebt helemaal niet door dat je een onderdeel bent van 1 miljard jaar evolutie op deze aarde. Dat heb je helemaal niet door. Er zijn zo ontzettend veel dingen die mensen helemaal niet doorhebben. Ik voel me dan geroepen om hun dat te vertellen, hun dat duidelijk te maken. Jij was professor, nerd, ja. Technologisch, ja. Strategie. Ja. En wat ben je nu? Een mens. Dat is een vrij groot verschil. Ja. 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 Het bijzondere vind ik nog steeds dat je ook geen bezwaar vindt dat dit uitgezonden wordt. Dat je toch zegt, ja, laat mensen dat maar weten. Dat je zo ver kan gaan om door te willen. Al was het maar om aan te geven hoe waardevol het leven is. Nou, precies. Je slaat de spijker op de kop. Daar gaat het om. Als ik merk dat ik een goed voorbeeld ben voor andere mensen om zelfs met hun ellende een fijner leven te hebben, dat is bravo, dat is gewoon heerlijk. En als ik dat dan ook terugkrijg van mensen, dan krijg ik kracht van. En ja, ergens is dat een soort missie voor me.